Welkom, stier. Januari 2021. De vraag was op welke chakra de nadruk gelegd mag worden. De paarse chakra heeft zich aangediend. De kaart vertrouwen is naar boven gekomen. Het is de zesde chakra, het derde oog, jouw voorhoofdchakra. De naam is Ajna, dat betekent weten. Het symbool is een gevleugelde cirkel, een tweebladige lotus. Centrale thema's die samengaan met het zesde chakra zijn intuïtie, waarneming en fantasie. Zintuigelijke functies waarmee deze samenhangt, intuïtie en het zevende zintuig. Planeet is Uranus. Lichaamsfuncties, de kleine hersenen, het zenuwstelsel, hormoonstelsel, de ogen, de oren, de neus en bijholten. De hypofyse, hersenaanhangsel. Het derde oog op geestelijk niveau staat voor fantasie. Op spiritueel niveau wijsheid. Natuurverschijnselen, sterren en de nachthemel. Mantra. Sham. S-H-A-M. Ook wel K-S-H-A-M. Sham. Affirmatie. Ik open me voor mijn innerlijke licht. Ik open me voor mijn innerlijke licht. Ik open me voor mijn innerlijke licht. Etherische oliën. Kajaput, lemongrass en viooltje. Edelstenen, blauwe saffier, opaal, blauwe tourmalijn, metaal, platina. En nu volgens het chakra-wijsheidboekje. Paars, leren te zien zonder gezichtsvermogen. Leren te zien zonder gezichtsvermogen. Totaal indruk. Het onzichtbare zien. Kernwoorden. Begeleiding. Intuïtie. Geheimen. Integriteit. Kennis. Spiritualiteit. Innerlijke kind. Mysterie. En waardigheid. Te manifesteren intentie. Het zesde chakra vertegenwoordigt ons zesde zintuig. Alle kaarten in het paarse deel van het kleurenspectrum, indigo en violet, verschijnen in dit hoofdstuk. Het voorhoofdchakra is je derde oog en bevat alles wat binnenin je verscholen is, waaronder je intuïtieve weten. De kaarten onthullen vaak familieafspraken die zijn gemaakt voordat jij geboren bent en karmische zaken die jij mee de wereld in hebt genomen om aan te werken. Het zesde chakra openbaart je intuïtieve focus en je innerlijke weten. De kaarten in het hoofdstuk onthullen mogelijkerwijs gedrag dat je hebt geërfd of uit onwetendheid heb gekopieerd van je oorspronkelijke familie. Dit weerspiegelt waar je staat wat betreft je eigen bewustzijn en onthult je bereidheid je eigen zielsonderzoek te doen. Neem jij je verleden mee de toekomst in? Vertrouwen is hier de stilzwijgende factor. Alle intenties worden vervuld met behulp van Spirit.
Vertrouwen in één oogopslag. Vertrouwen, steen van koninklijk paars. We zijn allemaal gewond. Sommige verwondingen zijn makkelijk te zien en andere niet. Ga gestaag door en laat je niet tegenhouden door je pijn. Je hebt het in je anderen te inspireren. En als jij niet doorgaat, zullen zij eronder lijden. Het is tijd je boodschap te bezorgen. Vertrouwen, steen van koninklijk paars. Ik ben meer dan ik denk. De legende. Peggy is doodsbang. Ze kan maar niet verder kijken dan de muur voor haar en het weerhoudt haar verder te gaan. Ze roept om hulp. De grote geesten verschijnen en vertellen haar dat ze een steen van koninklijk paars vasthoudt en dat ze denkt dat dit een muur is. Ze moedigen haar aan de steen terug te leggen in het pad en vragen haar niet af te zien van het leven. Peggy laat de steen op de grond zakken en stapt moedig vooruit. Haar toekomst ziet er een stuk lichter uit. Inspiratie. Wat je bang maakt is veel kleiner dan je denkt. Als je pijn hebt en je houdt je er krampachtig aan vast, wordt de situatie alleen maar erger. Je grootsheid wacht. Persoonlijk onderzoek. Ik heb een geweldige hoeveelheid persoonlijke aantrekkingskracht. Ben ik bereid mezelf te laten schijnen? Kernbegrippen. Smalle focus. Overal wonderen. Goede raad naast je neerleggen. Je gaven niet accepteren. Energie gebruiken op een zelfvernietigende manier. Kernwoorden. Gaven. Mijmeren. En angst. Meditatie. Dit is het moment om los te laten en je eigen gaven te erkennen. Bedank je begeleiders voor hun bescherming en dat ze niet hebben toegestaan dat je opgaf. Dit is de eerste stap naar communiceren en delen met de wereld. De steen van koninklijk paars is een onderdeel van je weg, niet de gehele reis. Namaste.